Het is niet normaal, mensen. EA blijft maar zieke kaarten geven die nergens op gebaseerd zijn. Maar ik kan ze goed gebruiken vandaag. Special card. Lamehouse, hij is de dames en heren. Met een fantastische upgrade van niks ten opzichte van zijn normale kaart. Maar kijk het design dan, met die drie erboven. Ik ben echt benieuwd hoe goed hij dit jaar is. Heeft hij een upgrade gehad ten opzichte van vorig jaar? Ik denk het wel, hè. Voor het eerst heeft hij de 60 bereikt. 2-star skill move, oeh, dat is taai. Everybody in the house. Ik ga hem gewoon plaatsen in mijn huidige team. Je ziet dat hij nog geen chemistry heeft op deze manier. Dus ik kan niet de Mbappé gebruiken hier, weet je wel. Maar gelukkig hebben ze bij Heracles gewoon een special kaart die linkt. Surreal, onsurreal. Heracles, Heracles. Of Heracles. Ja. Even lachen. Zwakbeen 4, dit ziet er iets beter uit al. 76 in vorm, dat is niet slecht hoor. Of wel? Daar gaan we achter komen. Ik moet trouwens op Leemhuis even. Even kijken of ik dat nog in mijn club heb. Aanbevolen, een jager. Dat kost maar 15k of zo. Maar ja, boeien. Op dit moment heb ik nog 0 potjes gespeeld in de Weekend League. Daarom ook 0 gewonnen. En dit lijkt me een uitstekend moment om zijn debuut te maken. Twee spitsen in een 4v2 die bij elkaar 60 shooting hebben of zo. Nee, daar doe ik Surreal tekort mee. Onsurreal, wat een legend. Waarom heeft hij zoveel goede spelers en dan heeft hij een soort van... Ja, je hebt 3 buitenspelers en dan speel je zonder buitenspelers. Bonucci! 64. Wie speelt er met 64 chemistry in de Weekend League? Even een gouden... Nee, dat ben ik zelf trouwens. Ik ga niet met de longshotten met SGM vandaag. Voor de mensen die daarvoor in zijn geschakeld. Lamehouse. Hij heeft 2-star skill moves, maar dan kun je alsnog wel die dragbacks doen. En dan gaat hij er gelijk in. Wat een kans voor ons Lamehouse. Voordat de video verder gaat. Klote zo. Ik kan niet vinden hoe de Lamehouse celebration moet. Hopelijk scoort hij eigenlijk niet, denk ik. Dat is maar beter. Of misschien toch wel. Kan hij het gelijk doen. Ik weet niet hoeveel shooting had hij ook weer. Niet veel, hè. Oh, daar gaat hij. Oh! Deze tegenstander is zo slecht. Daar gaat hij. Sleepbeweging. Ramos, hij is weg. Lamehouse, wat is deze tegenstander slecht, zeg. Oké, hoe doe ik hem ook weer? Voor mij doe ik hem zo. Zeker. Nee, dit is de Mbappé. Yo, man! Daar is hij. Chop. Hij kan balrols doen, dat scheelt. En dan kan hem stilleggen en dan kan hij de andere kant op gaan. Waarom hapt deze gozer? Wat een schot weer, zeg daar. Als Ronaldo hem erin knalt voor 2-0, dan denk ik dat mijn tegenstander er wel klaar mee is. Dat is wel heel snel eigenlijk, hè. Dit is denk ik een van de allerraarste potjes die ik dit jaar heb gespeeld op Weekend League. Op Weekend League, in Weekend League. Nu kan ik even deze 13 minuten lange video kijken met al FIFA 20 celebrations. Ik heb gezocht op Airplane Celebration, Lamehouse Celebration, maar die vindt... Oh, misschien heb... Oh, dat heb ik helemaal niet gedaan nog. Niemand heeft een filmpje gemaakt met how to do the Lamehouse Celebration tutorial. Dat vind ik wel jammer, mensen. Eén potje is niet genoeg. Vind ik. Je wil wel meer van hem zien. Good evening. 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 Waarom zie ik bij iedereen's hoofd, zie ik gelijk een meme. Gaat hij de diepte in, hoor. Lamehouse. Oh, goed. Assist op Surreal. Die gaat erop even te keeper. Die is niet de meest, snelle speler van allemaal. Heung Min Son. Ja, Van Dijk, wat gebeurt hier? Die player pick Van Dijk, ik weet het niet. Ik weet het niet met hem. Maar die heer Van Dijk, die zogen altijd alles automatisch op. Maar, hè? En winnen. Kijk dan! Als je gewoon werklust laat zien, dan kun je gewoon elk kopduel winnen, hoor. Hoef je helemaal niet groot te zijn of jumping te hebben. Lamehouse, oh, die heeft geen skill moves natuurlijk. Die kan wel de dragback. Dubbele dragback. Op Surreal. Zo, Varanus. Ja. Ertussen. Boom. En een balrol. En nog een keer. En een voorzet op Surreal. Nee. Dit is echt de mattie, weet je wel. 0 schoten, 0 op doel, 0 goals. Huh? Wat is dit nou, joh? Wat is dat nou? 2 wedstrijden, nog steeds ongeslagen. Lemau zat best lekker in die pot, weet je wel. Ik zou zeggen, Koeman, haal die vent bij de selectie, jongen. Ja, nou, dus... Ja. Dat lijkt mij een mooi besluit van deze persbijeenkomst. Tot straks. Ik wil nog even laten zien wat hij kan. Dat moet dan gebeuren in deze wedstrijd. Dat is waarschijnlijk zijn prime eiken die hij gepakt heeft. Dat is niet eens heel slecht. Ah nee. Wat is dit? Hij glitst langs met zijn schouder. Oké, Lamehouse wint, dat komt u wel. Dat kan hij best wel, hoor. Kijk eens, zie je het... Ja. Goeie bal van Lamehouse. Je daar lekker eroverheen gelegd, hoor. Neemt hij mee, hoor. Surreal. Hoge bal bij Gullit. Boom! Kopbal als in de 88, wilde ik zeggen. Hoe kan hij die missen? Kijk, als Lamehouse je had gemist, had ik hem nog wel vergeven. Maar Gullit, man, kom op, zeg. Hoe kan die er nou in? Hoe kan die er nou in gaan? Hallo! Ja, maar de korte hoek is jouw pie. Ton erop. Hou gewoon tegen, man. Hoezo gaat hij er weer in? Goeie goal. Goeie bal. Wat een steekbaas van Lamehouse. Steekbaas. Hij is die verse steekbaas. Benno? Dit is je kans, jongen. Dit is je kans. Please. Door het midden doen alsof je door het midden schiet. En de bal links knallen. Links. Boom. Lekker zeg. Oké, R2. Links, rechts. Dit is niet wat ik wilde. Wat is dit? Kutspel.
net die hele tutorial gekeken. Hoe kan dit? Nou, waarschijnlijk kun je niet uitgebreid juichen of zo. Of heb ik het verkeerd gedaan? Ja, mensen, het doet me pijn om dit te doen, maar... Lamehouse... Met de geweldige stats. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik moet hem inleveren voor Icon Swaps. Voor mijn Prime Icon Pack. Ik kan natuurlijk ook een extra Icon Token kunnen halen. Maar ja, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dus ik lever hem in. Het spijt me zeer. Tot ziens. Ja, ik heb hem inderdaad in mijn squad, Michael. Ik heb mijn hele club ook nog vol met pakketjes. Best wel goeie ook. En ik denk dat ik mijn Icon Pack nou niet kan vinden aan het einde. Dat zou natuurlijk ook wel jammer zijn. Dan ga ik maar even zeldzaam Electrum spelerspakketjes openen in de tussentijd. Voor die verse pack content. Wakker, het zou wel lekker zijn. Nee, Peppe. Nee, Zaha. Zullen we gewoon even een 100k pakketje doen? Speciaal voor jullie doen we een 100k pakketje. Op het moment dat er geen promo is. Dat is slim. Een 100k pakketje op het moment dat er geen promo is. Maar misschien dan wel een gewone verse walkout. Ja hoor, tuurlijk. Mensen, ik heb zojuist een pakket geopend. En jullie mogen raden wat voor pakket het is. Aan de hand van wat jullie nu gaan zien. Denk je over, wat voor pakket is dit? Wat denk je dat ik hier voor pakket geopend heb? Het was een... één spelerpakket. Nou, dat is hem dan, mensen. Het Icon Pack. Het is sowieso voor de... Nee. Ik zal maar voor de tweede keer een Italiaanse keeper eruit halen. Dat was trouwens wel zo'n 1-player pack 84+. Dus... Eikenspeler, prime eikenspeler. Ik ga niet storen in de club, dat heb ik allemaal al zo vaak gedaan. Daar heb ik helemaal geen zin meer. Ik ga hem gewoon openen. Geef me even een lekkere die ik kan gebruiken in mijn team. Een gulletje zou lekker zijn. Ik heb geen zin in Inzaghi. Ik heb... Ja, wat doet een man met een hoed? Die zet hij op. Ja, geen zin in een keeper met een hoed. Ik wil de hoed van Koenappelaar. Misschien is hij best goed. Wel 94, toch? Beste keeper van het spel. Beste icon keeper. Aangezien ik toch deze leegte op moet vullen. Want ik wil al elite halen in de weekend league dit weekend. Heb ik verder rest geen keus, denk ik. R9, kap even, jongen. Goeie bal, wie is dat? Oh ja. Ik heb al een vermoeden wie dat was. Nee, oh, Hens, boeit niet verder rest in dit spel. In het echt was dat smerige varretje al lang toegetreden tot de chat. Goeie bal, op Cyril. Ja. Dit is niet normaal, daar is die hoor, dames en heren. Kan die dan deze nog doen? Hij doet de celebration niet, ik doe hem gewoon fout. Wat een heerlijk hoedje heeft die Wentels, zeg. Prachtig, boven Waasland Beveren tabak nazi er nu. Oh, ja hoor. Oh, die kan ook geen dragback natuurlijk, die kan wel kappen. Dat scheelt dan wel. Wat ook... Deze kan geen trucjes. Dat is een vrije trap. Hij loopt gewoon een vrije trap uit randje 16. Zou hij dan zelf dat ook kunnen nemen? Nemen. Ziet er niet heel slecht uit. Boom! Oh, wat een schot, jongen. Sta je wel leuk te doen daarvoor in. Maar als hij dan met één zo'n smerige counter komt, dan uiteindelijk... Oeh. Zeg maar net dat ik ook Yassine had kunnen testen op doel. Dan wist ik of hij goed is op doel. Maar ja, daar is natuurlijk geen reet aan natuurlijk, hè. Natuurlijk, hè. Die gozer hebben we lang niet gezien trouwens. What the f... Ja. Ja, ik ken dat woord niet, Schreiner. Oké, goed. Geen map Cruijff. Dat was iets te laat gegeven, die bal. Dus helaas gaat deze goal niet door. Wel mooi uitgespeeld uiteindelijk met gewoon onze twee spitsen aan de basis. Cyril, met de dragback. Jeet, wat een goal. Goed gedaan, jongen. Yes, die wilde ik doen. De nieuwe Lamehouse Dance 2020 edition. Helaas was hij niet in staat om zelf te doen, aangezien ik faalde. Daar is hij. Chaka. En een panna. Hij geeft op... Deze guy is echt heel erg slecht. En alsnog mist hij die kans. Oké, voorzettertijd. Gaat hij een goede voorzet af kunnen leveren? Nou, dat is niet eens heel slecht. Dit is niet eens heel erg slecht. Dit was eigenlijk best wel heel erg slecht. Daar gaat hij. Neemt hem lekker mee, hoor. Neemt hem lekker mee. En smack hem in de korte hoek, want dat is blijkbaar OP. Dit was heel erg kort. Iets te kort. Moest iets langer. En een bal. Weer een lekkere bal. Hij zit goed in de wedstrijd, hoor. Kan ik je zeggen. Dit is niet onaardig gedaan. En dan dit. En dan breed leggen. En dan bam. Wat een goal. Wat een wereldgoal. Daar is hij. Lamehouse. Gewoon ten nagedachtenisse aan Lamehouse. Die helaas niet... Ik kom goed... Kijk hem dan, jongen. Als je dat ziet. Terwijl je nu aan het aftrappen bent met R9. Je staat 3-0 achter. Dan gaat er wel iets verkeerd, denk ik, ergens. Oh, daar gaat hij. Gaat hij dan toch nog zijn goaltje meepakken? Nee, toch. Mbappé. Oh. Hey, terugspeelbal. Oh, dit is goed. Uit de draai. Woe. Zo, wat een bal. Wat een hele... Waarom geeft hij van die lekkere steekballetjes? Hoe kan dat nou? Hoe werkt zo'n spel op die manier dan? En nu in één keer boom. Oh, wat een goed schot ook weer. Waarom is hij zoveel beter dan bronzen spelers? Ik snap dat niet. Zo, daar gaat hij weer. It's fascinating.
Ik mis echt veel kansen, dit is echt zonde jongens. Een 9.0, man of the match, of niet? Cyril Dessen is man of the match trouwens, ook prima. Gaan we toch 2-1 in de Weekend League. Dat is niet eens heel slecht als je bekijkt wat ik in de spits. Ik was net eigenlijk helemaal niet blij, maar nu wel. Bij 1 miljoen likes speel ik de hele Weekend League met hem. En het hele gebeuren is voor een goed doel. Om geld bij elkaar te sprokkelen voor een dagbesteding van mensen met een beperking. In Rusland.